Renault Antwerpen. De auto's van stad. Een Davis Cup tennisduel heeft normaal een vaste indeling. Vrijdag de eerste partij, donderdag de loting. Maar deze keer is dat heel uitzonderlijk anders. Donderdag al de eerste partijen en dus vandaag al de loting op het stadhuis. Daar is één reden voor. Zaterdag wordt er niet gespeeld. Dan vieren de Israëli's Yom Kippur. We cannot play on Yom Kippur. It's something special. It's the holiest day for in the year for Israel. It's a long time ago the Israeli people suffer, so it's something to remind us for this. In your thankful, Belgium agreed. Yeah, of course, it's amazing that they agreed. We are really happy and it's a good thing. Davis Cup is normaal vrijdag, zaterdag, zondag. We wisten nu al lang op voorhand dat dit op donderdag ging starten. Dus we hebben er alles aan gedaan om ons daaraan aan te passen. Dus ik kan niet zeggen dat we dat nu liever hadden gezien. Het is zo. Het is aan ons om er mee om te gaan, om de juiste planning te maken om klaar te zijn morgenavond. De Belgen doen het met Ruben Bemelmans en Steve Darcy in het enkelspel. Olivier August dubbelt met Darcy. En die Darcy kreeg hier te horen dat hij morgen het eerste duel speelt. En dat had hij liever anders gezien. Bah, c'est jamais gay de commencer. Je crois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression. Maintenant, on a l'habitude. Hein. C'est pas la première fois que je vais commencer un match. Donc, je vais faire le maximum. Je vais tout donner et essayer de mettre Ruben dans une bonne position. Morgen zijn er twee enkelspelen in de Lotto Arena. Vrijdag het dubbel. Indien nodig, zondag dan nog twee enkelspelen. Inzet is een plek in de wereldgroep volgend jaar.